Vorig jaar was Jason Statham te zien in de film The Expendables 4. Welcome home, honey. Maar ook in Mac 2 The Trench. Just a little bit. Dit jaar kan je hem in april zien in de film The Fall Guy. Maar tussendoor was hij ook nog te zien in de film The Beekeeper. The only thing you know is he's a beekeeper. En op The Beekeeper willen we graag reageren in deze video. Dit is mijn review van de film The Beekeeper. Daar gaan we heen. Indeed. You must know. You cannot. Let's try that again. This prophecy is having you slaved off. Iedereen weet dat als je naar een Jason Statham film gaat, dat je niet komt voor een goede verhaallijn. Dat je niet komt voor een goede acteerskills überhaupt. Maar dat je gewoon komt voor lekker veel actie. En The Beekeeper was niet veel meer dan dat. En ook was er in The Beekeeper nog een rolletje voor Joss Hutcherson. Die we voor het laatst zagen in FNAF. En dat vond ik ook wel heel leuk. Want die had ik ook weer lang niet in zo'n rol gezien. En die was ook weer volledig anders dan hoe die normaal in een film is. Terwijl Jason Statham, die is gewoon altijd Jason Statham. De trailer begint, net als dat de film begint, met Jason Statham die gewoon een normale man is. Hij is in retirement, hij is geen geheim agent meer. You're a blessing, Mr. Clay. This place was crabgrass and weeds and you brought it back to life. Totdat degene bij wie die woont opgelicht wordt door een groep hackers. I just got a message saying that there's a problem with my computer. Yes, ma'am, we got this. En die vrouw die zoveel voor hem betekend heeft al die tijd lang, die moet natuurlijk gevraagd worden door hem in deze film. Do you know what they do here? Scamming the weakest in our society. Het leuke is dat je zo'n soort wraakfilm of zo, daar heb je er 1001 van. Dat kan je vrij makkelijk maken. Maar deze film was wel net iets meer. Die had echt een goede verhaallijn daarin opgebouwd. Eigenlijk veel meer dan dat ik verwacht had. Dus dat is tof voor zo'n film. Als allereerste gaat hij, Jason Statham, die de hoofdrol Adam Clay speelt, aan achter de hackers die hebben gezorgd voor de hack op zijn adoptiemoeder eigenlijk. I'm gonna burn this place to the ground. Die hebben haar hele bankrekening destijds leeggetrokken en nu is het tijd voor, nou, dat een soort van terughalen of zo. Will you stomp his ass out? En in dit soort scènes zie je weer gewoon dat Jason Statham is Jason Statham en niet meer dan dat. En dan maakt hij een einde aan die hele hackoperatie die daar begonnen is, die eigenlijk gericht is op het oplichten van ouderen. En er is een leuke rol nog voor degene die wij kennen als Alfred, eigenlijk de butler van de Batman in de DC Batman films. Maar die is hier een soort van ex-CIA directeur. En die moet de beekeeper Jason Statham tegen gaan houden. You're telling me one man did this. The only thing you know is he's a beekeeper. Nou, veel actie, veel ontploffingen later. En dan kom je erachter dat wat Jason Statham's karakter Adam Clay vroeger deed, dat was echt de top of the line aan security. Dat was nog hoger dan de FBI, dan de CIA. A beekeeper? Hij was de best getrainde geheimagent. En die zit nu achter hun aan. Well, that's not good. En het leuke is, in de trailer zegt hij de hele tijd, I protect the hive. En in de film zegt hij dat echt 80 keer. Het is een soort onafhankelijke inlichtingendienst die gewoon oplet dat niemand te veel macht krijgt. When the system is out of balance, I correct it. En dat is The Hive. En daarin speelt hij ook nog soms samen met de dochter van degene, zijn adoptiemoeder eigenlijk. Die is een politieagent. En die botsen gedurende de hele film heel veel. We have wars for these things. Until they fail, then you have me. En uiteindelijk komt natuurlijk alles uit bij het Witte Huis, waar de grote boef der boeven zit, waar hij achteraan zit. This is much bigger than a little phishing scam. En dit vond ik nog de allerbeste scène van de hele film. No way he's coming there straight through the back entrance. I figured I'd give the firefighters a break. Nou, wat kan ik verder nog zeggen over de film? Het was niet echt een super goede film. Het was ook niet zo slecht als de meeste van dat soort Expendables films. Dat heb je allemaal 1000 keer gezien. Dit was iets nieuwer dan dat, maar nog steeds. Het was niet super bijzonder. Ik zet hem wat puntjes lager, omdat hij soms wel heel graphic violence had, waar ik dan niet heel erg van houd. Maar op zich, ik heb wel mijn tijd vermaakt in de bioscoop, zeg maar. Ik heb geen spijt van dat ik hem gezien heb, maar ik zou deze film nooit nog een keer kijken of zo. En aangezien er straks een top 10 volgt van de 10 laatste films die ik heb gezien in de bioscoop, gaat de langst geleden film eruit. En dat is in dit geval, net als in de film, uit de 15e aflevering. En dan komt The Beekeeper in de top 10. En dan gaan we meteen kijken naar de top 10.
top 10 staat Five Nights at Freddy's. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. Op 9 staat de film van vorige week Aquaman and the Lost Kingdom. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Op 8 staat Wish. I decide what everyone deserves. Op 7 staat de film van deze week The Beekeeper. We have to kill him before he kills his way to the top. Op 6 staat Killers of the Flower Moon. Money flows freely here now. I do love that money, sir. Op 5 staat Napoleon. All of Europe is uniting forces against me. Op 4 staat The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. See how quickly civilization disappears. Op 3 staat Wonka. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. Op 2 staat Godzilla Minus One. Godzilla. En op 1 staat nog steeds The Marvels. Captain Marvel, the Annihilator. En dan wil ik graag als een soort extraatje jullie nog meegeven wat de top 10 beste series zijn die ik de afgelopen tijd zelf thuis heb gezien. En die komt nu. Op 10 staat nog steeds Family Guy, seizoen 18. Objection sustained. You're on thin ice, counselor. Op 9 staat het tweede seizoen van New Girl. I'm Fraser Crane. No! Op 8 staat het zesde seizoen van The Clone Wars. Ik vond het tot nu toe een van de meest teleurstellende seizoenen eigenlijk. Heel veel karakters die de main cast van The Clone Wars zijn, zijn er gewoon uitgeschreven. En in plaats daarvan is er heel veel focus opeens gelegd op karakters die in The Clone Wars zelf helemaal geen grote rol speelden. Maar meer gewoon een soort fanservice zijn voor de mensen die alleen de films kijken. En dat vond ik gewoon erg jammer. Dus daarom staat hij wat lager dan de andere seizoenen. Protocol 66 must not be discovered by the Jedi. Op 7 staat het eerste seizoen van New Girl. Believe it or not, that's not the first time someone's broken my feelings sick. Op 6 staat het eerste seizoen van Berlin, de spin-off van La Casa de Papel. Well, we are in fact here to study our next heist. The biggest and most prestigious auction house in Paris. Op 5 staat Flikker Rotterdam, seizoen 7. Op 4 staat het vijfde seizoen van The Clone Wars. If willing to destroy the temple, the attacker is. To great lengths they will go, to keep from being caught. Op 3 staat What If, seizoen 2. You thought the story was over. But it was only just beginning. Op 2 staat het vierde seizoen van The Clone Wars. An old enemy has awakened, seeking vengeance. En op 1 staat het eerste seizoen van Echo. I was there for you! How could you betray me like this? Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over de film The Holdovers. Een van de Oscar winnende films. Dus ik ben super hyped voor het hebben over die film. En ik hoop dat jullie er dan ook weer bij zijn. En dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Tot volgende week vrijdag om 4 uur. Tot ziens, tot later.